Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Oké, over de meeste onderwerpen ben ik laaiend enthousiast. Maar over dit onderwerp ben ik laaiender enthousiast. Gedisciplineerde vrijheid. Ja, wat moet ik hier eigenlijk nog over zeggen? Eigenlijk zoveel. Eigenlijk kan ik hier zoveel over zeggen. Weet je, iedere keer komen er mensen bij mij die zeggen dat ze meer vrijheid willen. Ze willen minder op hun smartphone zitten. Ze willen meer sporten. Ze willen meer geld verdienen. Ze willen een eigen bedrijf starten. Al die dingen. En vervolgens komen we bij het punt aan dat we doelen gaan stellen. En dat we structuur gaan aanbrengen. Bij sommige mensen gaat structuur. Als je dat woord hoort, dan gaan er allemaal dingen kriebelen. En vooral bij ondernemers. Maar juist die structuur, juist die discipline gaat ervoor zorgen dat je veel meer vrijheid gaat krijgen, veel meer creativiteit gaat krijgen. En ik zal je dat in deze podcast, ik zal je wat voorbeelden noemen van ja, hoe dat dan precies in zijn werking gaat. Want hoe kan dat nou dat het dan eigenlijk elkaar weer aanvult. Dus door structuur krijg je juist meer vrijheid. En ik noem dit dan ook wel gedisciplineerde vrijheid. Want als je dingen wilt verbeteren in jouw leven, of je wilt dus bijvoorbeeld minder op je smartphone zitten, laten we dat als uitgangspunt nemen, minder op social media. Even een heel simpel voorbeeld. Maar daar heb je een structuur voor nodig om je ervan weerhouden om dat dus te doen. Dus jouw structuur kan zijn van, ja weet je, ik wil alleen nog maar tussen 8 en 9 op social media kijken, 's avonds bijvoorbeeld. Of dat je zegt, nou weet je, na het avondeten mag ik pas van mezelf op social media kijken. Dit vergt een bepaalde structuur en je hebt dan een structuurlijn aangebracht waarop je niet op social media wil kijken. Maar automatisch gaat dit jou meer vrijheid geven om die andere dingen te doen die jij heel graag wilt doen. En dat is gedisciplineerde vrijheid. En daar heb je een bepaalde structuur voor nodig. Dus elke dag voor jezelf zeggen in de ochtend van, weet je, van 7 tot 8 of van 8 tot 9 of kies maar iets uit. Maar ik ga een uur lang, het eerste uur van de dag, ben ik 100% gefocust op mijn belangrijkste doel. Dat brengt structuur. Dat brengt geen vrijheid, nee, dat brengt structuur. Maar dan ben je wel aan de slag. Heb je die structuur niet en komt er van alles tussendoor, dan laat je je ook ontzettend snel afleiden door alles wat er om je heen gebeurt. Ook dit, ook hier geldt weer, gedisciplineerde vrijheid. Dus mijn vraag aan jou is, welke structuur, welke systemen kun jij gaan toepassen die jou meer vrijheid gaan geven? Dus welke systemen kun jij gaan toepassen die jou meer vrijheid gaan geven? Ik denk dat dit een hele mooie vraag is voor deze podcast. Ik ben trouwens ook echt ontzettend benieuwd naar de reacties hierop. Dus laat me gerust eventjes een reactie achter. Dat kan via Instagram, Facebook, via YouTube. Misschien kijk je wel zelf, of misschien luister je zelfs wel via YouTube mee op dit moment. Laat dan daar eventjes een reactie achter. Ik vind het leuk om te weten wat je ervan vindt en wat jij vindt van dit hele systeem. Dus dat is een korte podcast zo eventjes. Maar dit is heel kort gedisciplineerde vrijheid. Meer wil ik er ook niet over vertellen, omdat ik wil dat je echt nadenken over deze kleine principes. En wat het voor je betekent als je meer structuur, meer discipline aanbrengt op een paar onderdelen. Waardoor je op andere onderdelen weer veel meer vrijheid gaat krijgen. Omdat je dus niet meer hoeft na te denken over die structuren, want die heb je al gemaakt. En dan kun je gaan renderen, dan kun je je creativiteit gaan uiten en je vrijheid creëren. Door die andere tijd juist te besteden aan de juiste dingen voor jou. Ik hoop dat je iets had aan deze podcast. Laat dus even een reactie achter of deel deze podcast als dit ook interessant is voor andere mensen. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.